De Stichting Oosterwijk Verbeeld komt met iets bijzonders. Een app met een wandeling door het dorp langs historische plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Op zaterdag 25 mei werd de app officieel door burgemeester Jansen in gebruik genomen en getest door enkele betrokkenen. Oh, ja, ja, waar ben je? Ja, 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 voor die geweten is er ook een boekje met de wandeling verkrijgbaar bij het toeristisch informatiepunt in de Tiliander en bij Hotel Bos en Ven. De volgende bullet, ik zal hem even inzoomen. Ik ben gewoon teruggezoomd. Ik moet de andere kant uit. Waarom deze app? Omdat we eigenlijk de mensen willen laten beleven hoe de oorlog zich in Oosterwijk heeft afgespeeld en waar en op welke punten. In de film Het Schaduwspel hebben we daar natuurlijk al het een en ander over laten zien, maar... In deze wandeling kunnen de mensen ervaren op welke plekken daadwerkelijk die dingen zich hebben afgespeeld. Ad van Oort bijvoorbeeld, die heeft met ons aan de keukentafel zeg maar, de wandeling die wij wilden maken een keer doorgelopen. En dan kwamen er ook weer nieuwe verhalen bij. En nou, de mensen die de app gaan lopen zullen merken dat er echt heel wat leuke, sappige verhalen te vertellen zijn over wat er zich in de kern heeft afgespeeld. Perfect. De app is perfect en het boekje is perfect. Ik heb het natuurlijk nog niet helemaal gelezen, maar het nodigt uit. En voor iedereen, iemand leest graag, iemand heeft graag een app en loopt met een mobiele smartphone, hoe heet het allemaal. Nou, zo voor eigenlijk wat wils en gaan lopen, dat is eigenlijk de boodschap. 70. Wat gaat u gebruiken, het boekje of de app? Ik denk de app. Ik ben ontzettend modern, dat weten jullie allemaal. Dus dat wordt de app. Ik kom niet weg van mijn kiosk, dat ligt aan mij. Kijk, is het nog een filmpje van de opname in de Johanneskerk van Dan loopt hij zo een beetje zo fit, hè? Express. Ik vond het geweldig. Ja, dat is wel heel kort. Ja, kort elkaar niet. Ja. Ik vond het heel plezierig om te lopen. Ik ben natuurlijk een echte wandelaar. Inhoud is gewoon goed. Ik vind 7 kilometer plezierig, maar ik kan me voorstellen dat sommigen het willen inkorten. En dat moet volgens mij ook kunnen. Zou ik vooraf een keer even doorlezen wat er allemaal is en om te kijken hoe zo'n app werkt, hè, alvorens je eraan begint. Hè. Wat die route dus allemaal met zich mee heeft gebracht in de oorlog, dat vond ik fijn om een keer met jullie te doen. Ja, ja. Van tevoren plassen, want onderweg, ja, er zijn een paar plekken waar je het kunt. Hè. Als man. Als man, hè, voor de vrouwtjes is het minder. Ik geef het een 8. Ja. Belangrijke vraag, onder welke naam staat de app in de App Store vermeld? Er staat wandelapp Oorlog in Oosterwijk, maar als je op Schaduwspel zoekt dan vind je hem ook. Verbetertips en welkom bij de Stichting Oosterwijk Verbeeld.